Ja, het is wel een goede groep. Ik denk dat vele speelsters elkaar kennen van vroeger. Veel Ieperlingen hebben met elkaar gespeeld en dan veel van dezelfde generatie met de jeugdselecties. En als het dan allemaal samenkomt, is dat wel ook een hele mix van karakters. We vinden wel een weg om allemaal overeen te komen met elkaar. Contact is het eerste seizoen ook met de meisjes van de ploeg die dan in een andere competitie spelen in Europa. We doen ook wel redelijk veel dingen zo buiten als we het een keer afspreken en hier iets leuks doen, echt totaal niet met basket. Dus ik heb wel een redelijk goed band met meeste van de sport. Dat wil niet per se zeggen dat op het veld alles normaal verloopt, want ik hoop dat we vandaag een beetje de coach tegen ons hebben, dat we veel babbelen naast het veld en op het veld is het veel te stil. Ja, dat is wel een minpuntje, dat we grote babbelaars zijn en we zijn gewoon goed overeen en dan zien we het niet altijd op het veld. Dus, het helpt in ieder geval wel dat we een goede groep zijn naast het veld. We kennen elkaar eigenlijk al door en door, dus we weten al van tegen die mag ik hier op die manier iets zeggen, bij een ander iets meer tactvol. Ja. Dus dat weten we ook wel, want het is gelijk dat Kim zegt. Het is niet automatisch dat op het veld ook zo gemakkelijk gaat als hoe dat klikt langs het veld.